Robbe Baveland, een puntje tegen Beerschot. Een klein beetje een domper gezien de wat late tegengoal, maar ik denk een correct resultaat. Ja, dat vind ik ook. Het was een heel moeilijk wedstrijd. Vooral veel vechten. Ik denk wel dat het wel een verdiend punt is. Ja, heel veel achter de bal lopen. Ja, vooral weinig kansen gecreëerd. Maar toch, denk ik wel. Ja. We zijn blij met het punt. Eerste keer in de basis, het is snel gegaan. Ja, heel snel. Vorige week mijn eerste minuut, mijn debuut eigenlijk. En nu al direct eigenlijk onverwacht in de basis. Dus ik ben heel blij met mijn match. En ik hoop dat we nog meer speelminuten gaan mogen maken. Ja. Pas vorig jaar begin een piepen ook bij de belofte, denk ik. Ja, vorig jaar in het begin met Steenmeert eigenlijk. In het begin op de bank, maar daarna mogen spelen. Dus ja, het is heel snel gegaan. In 2 jaar tijd sta ik eigenlijk in de A-kern. Ja, je speelt het liefst centraal, denk ik. Hè? Ja, positie 8. 8 is mijn vaste positie. En, om er nog eentje uit te pikken, een goede invalbeurt van Maxim. Ja, inderdaad. Ik ben blij ook, een goede vriend van mij, dus ik ben blij dat hij hem ook zijn debuut eigenlijk mocht maken hier bij Rusland. Ja, volgende week Westerlo. Smaakt naar meer, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, we zullen zien wat de coach of dat ik terug mag starten of niet, dat zien we wel. Maar we gaan terug opnieuw vechten, zoals vandaag. En hopen dat we dan de 3 punten mee naar huis kunnen nemen. Dankjewel.